Putdeksels die unieke prints geven voor t-shirts of tasjes. Het idee van deze straatdesigns komt uit Berlijn door het project Raubdrukkerin. Een online magazine maakt er een filmpje van dat viraal ging en inmiddels al 66 miljoen keer bekeken is. In Nijmegen is het initiatief opgepakt door zeefdrukkers van cursuscentrum A29 in Nijmegen-Oost. De docent van de werkplaats trok samen met cursisten de stad in om op zoek te gaan naar mooie putdeksels om te gebruiken. We kwamen op het idee door een filmpje op Facebook van Mental Floss. Maar die hadden het idee weer van Raubdrukkerin uit Berlijn. Dus daar is het vandaan gekomen. En we waren er meteen zo enthousiast over dat we dachten van nou, dat gaan we ook doen. Het is een beetje een spontane actie. Dus wat het vervolg gaat worden weten we nog niet. Maar misschien komt er wel een workshop. Want je wordt je opeens bewust van de stad en van de putdeksels. Waar je eigenlijk normaal nooit naar gekeken zou hebben. En opeens kijk je met andere ogen. En het levert hele mooie beelden op. Eigenlijk een soort souvenir van de stad. Ik ben cursist bij A29 en ik ben vandaag met Sjane en Marieke de straat op gegaan om putdeksels te printen. Het leek ons leuk om kunst van de straat te halen of souvenirs van de straat. En ik vind het gewoon een leuke actie. Nou, ik vind het nog niet zo strak, maar ik vind het wel leuk. Dus een eerste begin. We moeten nog een beetje oefenen, denk ik. Ja.